Amerika, Amerika, jij betekent alles in mijn leven. Het mooiste wat de wereld me tot nu kon geven, dat ben jij. Ik ben zo blij, mijn allerbeste vriend. Amerika, Amerika, jij bent mooier dan de meeste mensen. Amerika, jij vervult mijn allerdiepste wensen. Dat ben jij, ik ben zo blij. Te laat. En jij bent veel te laat. Hello, girls. Nou, vanwaar die haast opeens? Ik heb een major verrassing. Jullie gaan jullie ogen niet geloven. Een verrassing? Een verrassing. Leuk. Het is echt spannend. Ik kan niet wachten tot jullie het zien. Nou. Dan zou ik zeggen, waar wachten we nog op? Zeg, Merel. Is dat de nieuwe mode nu, hè? Gras uit je oren. Opa, tuurlijk niet. Kan je het maken? Denk het wel. Neem jij mijn bril eens? Die ligt hiernaast op de tafel. Binnenkort je verjaardag, hè? 16. Mijn dochter wordt 16. Een groot feest maken, hè? Met taart en lichtjes. Het zal er sneller zijn dan je denkt. Wat verdorie. Wat is dit allemaal? Echt het mooiste. Triplex. Bijzonder. Gekregen van mijn papa. Mooi hoor. Bijna net zo mooi als mijn nieuwe iPod-tasje. €3000 uit Tokio. Op hand laten maken en met echte kristalletjes. Maar geen zorgen hoor. Ik heb voor jullie ook wat meegenomen. Ben jij de nieuwe postbode? Aangenaam, Thijs. Verder herinnering. Het is goed dat je die gevonden hebt, want die was ik net kwijt. Thee. Heb jij ook zin in thee? Papa, vertel nu eerst eens. Ja, maar voor thee heb je kopjes nodig. Hey, zeg, ik ben er toch oud genoeg om... Maar, luister, weet jij trouwens dat mijn automatische kaarsendover verkocht is? Zo goed als verkocht. Over een half uurtje mag ik bellen. Echt? Ja. Dan moet je oude pa een beetje vertrouwen. Ah, amandelkoekjes. Eeuw, dat wist ik helemaal niet. Mag ik die koekjes? Ik hoop dat je wel iets beters bedacht hebt voor mijn verjaardag. Het wordt echt groots. Top. Mega. Groot. Ik had ooit een vriendin uit Capenne. Stinkend rijk. En zij gaf aan haar beste vriendinnen, à la moi, een reisje naar Amsterdam. Shoppen. In Holland. Kaas en klompen kopen. Ja, maar wat weet jij dan van Amsterdam? Ja, Don Kop. Maar niet zo leuk als New York. New York? Ja, ik
ga voor mijn verjaardag shoppen in New York. En jullie mogen mee. Wat denk je? Meen je dat? Oh, en je pa vindt dat goed? Wauw! Woehoe! New York! New York! New York! New York! Beetje normaal doen. Marie-Claire, heb je even? Je ziet toch dat ik druk bezig ben? Er is een probleem met Amica. Ja, met de uitvinder van de automatische kaars erover. Ja, daar spreekt u mee, met hemzelf. Ja, maar ik kan misschien... Ja, en als ik nu enkele technische verbeteringen... Ja, dat begrijp ik, ja. Oké. Ja, dag. Idee zou zijn? Nee, een hoed die tegen de regen kan met een ingebouwde radio. Maar papa... Nee, tuurlijk! Een muts. Zo'n Zuid-Amerikaanse muts. En dan in die flapjes, luidsprekers, en dan erbovenop een antenne. En dan een draad naar de cd-speler of mp3-speler. Hè? Wat denk je? Ik heb misschien nog wel een ideetje. Hoe durf jij te praten over Amica in het bijzijn van de Sad Girls? Marie-Claire, Amica is onhandelbaar. Dit gaat echt niet langer zo. Amica bestaat niet meer. Het was jouw idee om het paard in die oude stal te dumpen. Als hij straks uitbreekt, dan hebben we een groot probleem. Dan moet jij ervoor zorgen dat hij niet kan uitbreken. En de rest lossen wij wel op. Hoe bedoel je? Je bent toch niet van plan? Dat zijn mijn zaken. Moet ik mijn moeder erbij halen misschien? Nee. Aan Eende Lafayette heb ik wel genoeg. Merel. Een job. Ik moet toch voor jou zorgen? Ik vind dit geen goed idee. Ah, hier. Jonge dynamische vrouw. Ja, dat ben ik wel. Die graag hard werkt. Dat kan ik wel. En ervaring heeft met computers. Ja, dat kan ik niet. Ja. Tuinman? Schilder. Tuinman, schilder, Merel. En hier. Hou je van dieren? Hou je van de frisse buitenlucht? Kom eens dan helpen op de manege te paard te hoeven. Werken op een manege? Geen denken aan! Daar hebben we het meer dan genoeg over gehad. Voilà. Kreeft met cannelloni van Serrano ham en asperges. Gehaktballetjes in tomatensaus en aardappeltjes. Ik heb eens nagedacht over mijn verjaardag. Wat ik wil doen. Ik wil naar New York voor een weekendje met de Sad Girls. Oh. Weet je, Merel, het wordt steeds moeilijker om voor jou een geschikt cadeau te vinden. Maakt toch niet zoveel uit, papa. Een nieuw paar sokken of zo. Van die warme die je zelf maakt. En ik wil ook roze laarzen van die fijne witte streepjes op. En ook nog een horloge van die diamantjes, zoals Hedwig. Maar dan veel mooier. En ook nog een pocket PC, want mijn agenda is echt één grote warpool. Wist je dat ze wel meer dan 5000 winkels hebben in New York? Wauw, dat is veel. En wie gaat dat allemaal betalen? Hm? Ja, toch? Schatje, vorig jaar heb je Amica al gekregen. Zorg maar eerst dat je een wedstrijd kan winnen met dat paard. En dan praten we wel verder over een nieuw cadeau. Ja, daar wou ik het eigenlijk over hebben. Ik vind Amica niet zo'n goeie paard. Hoezo? Amica is het duurste paard dat we hebben. Kan je niet meer rijden. Oh, dat is een kwestie van training, denk ik. Marie-Claire, kan jij mij eventjes komen helpen? Zou jij je grote mond eens willen houden? Jouw vader weet nog niet dat jij niet meer op Amica rijdt. Trouwens, hij weet nog veel minder dat wij dat paard
paard in die oude vuile stal hebben gezet. Besef jij wel hoeveel jouw vader heeft betaald voor dat paard? En je bent zelfs nog niet in staat om er te blijven opzitten. Hier. Sophie de Ridder! Denk je die wel? Marie-Claire mag nooit iets. Ik word 16. 6000 winkels in New York. Ik hoor in New York. Oh, verdorie. Ik zou zo graag dat baantje willen doen. Maar pa vindt dat nooit goed. Met paarden. Eigenlijk is het wel heel leuk, niet? Vertel eens eerlijk, mama. Moest je gewoon even kunnen knikken of zo? Dan zou ik tenminste durven doen.